Maar het was ook eigenlijk niet de bedoeling dat we hier zouden staan. Maar door een paar vandalen is dit monument in de nacht van 1 op 2 mei neergehaald. En ja, dat was natuurlijk wel heel triest. Het choqueerde mij best toen ik het hoorde. En ik heb ook veel medeleven gekregen van mensen. Dus vandaar dat we het nu een beetje licht symbolisch heronthullen. Ja, inderdaad, een klein, toch wel heel bijzonder moment. 5 mei 2020. Nou, wel 75 jaar na dato staan we bij een monument ter herinnering aan de bevrijding van Hoevelaken door de Canadezen. Door de jou zo warm aan het hart liggende Loyal Eddies, die hier veel moeite en best een hoge prijs ook hebben betaald, ver van huis, door jonge mensen toch in die hun leven in de waagschaal stelden om ons te bevrijden van de bezetters. Wat Theo al aangaf, heel triest dat dit monument vernield is, heel recent. Maar je krijgt het niet stuk en de kracht van dit monument en van ook Hoevelaken en de samenleving is dat inderdaad iemand zich opgeworpen heeft om te zeggen ik herstel het. En laten we heel zuinig zijn op de vrijheid die we gekregen hebben en laten we het ook niet zomaar laten vernielen. En ik ben blij dat hij er weer heel mooi en netjes recht staat. Ik sluit nog even aan dat zoals ik hier sta, mis ik Ken Froland en al zijn vrienden die hier toch op april 1945 voor onze vrijheid gestreden hebben. Je bent je hele leven al bezig met die Canadezen, zeg maar. Hè? Nou, mijn leven 15 jaar. Ja, 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 ja 15 jaar. Ja. Maar nu dit monument hersteld is, ben je er nu wel klaar mee? Nee, dat op zich niet. Want? Nou, op zich zijn natuurlijk wel de belangrijkste dingen gedaan. Monument voor Walter Strang is er. Het bevrijdingsmonument wat specifiek voor het betreffende regiment was, dat is er. Er staat een monument in Toronto. Dat is de bedoeling om het najaar of het voorjaar dat nog een keer te doen. Ja, dan kan je wel zeggen dat de grote dingen wel afgerond zijn, ja. Dank voor je komst en je mooie woorden. Dank je, Theo. Ja. Heel mooi. Ik zal er heel zuinig op zijn. Ik zal mijn plekje op het stadhuis geven. Goed zo. Ja? Ja.